Goedemorgen deze morgen. Het is super vroeg vandaag, want wat gaan we doen? We gaan naar de markt. We gaan naar de markt. Hey, het is 8:30 en dat is voor een vakantietijd best vroeg. Dus ik zie eruit als een zombie. Maar om de dag mee te beginnen gaan we eerst even lekker onszelf opfrissen met tanden poetsen, haren doen, dat soort shit. Dus jullie gaan lekker mee en daarna gaan we lekker eten en daarna gaan we lekker naar de markt. En ik ben heel benieuwd wat we gaan zien. En wederom is het vandaag bewolkt. Dit zijn echt de meest rare wolken die ik ooit heb gezien. Check dat. What the fuck? Volgens mij komt dat door de bergen, dat de bergen de wolken als het ware omhoog duwen, maar... Het ziet er wel een beetje vaag uit. Wat zei je? Ik vind het wel vet. Ja, het ziet er wel lijp uit, hè? En laagje bergen. Lekker maat. Ja, toch. Wat gaan we nu doen? Even lekker tanden poetsen. Hey, zo goedemorgen! Alweer vlog nummer 3, jongens. Een vlog gaat lekker. Ik probeer elke dag te vloggen. En dat ging de vorige jaar niet zo goed. Oh, jawel. Haha, leuk. Ik heb hem even omgekleed. Oh mijn god. Heb je al vissen gespot? Nee, ik sta hier net. Volgens mij is dit hetzelfde water als wat bij onze bekenden ook voorbij stroomt. Dat zou best kunnen. De Dordogne. Vertel eens wat over dit stroompje vocht. Het is nat. Nou, we zijn aangekomen bij Le Market. Het is aan de overkant. En we gaan eens even kijken wat voor mooi drommel is. Ja. Loempia's! Oh, mijn zwakte op de markt. Loempia's, gek. Mm. Nou, dan koop je een lekkere loempia. Nou, dit was het. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog. Er is geen reet aan hier. Het ziet er wel knife uit. Knife. Nice. Zo leuk. Hé, hey, Isa. Dat mok niet hebben. Ja. En daar zo is een van de bergen die wij vanaf de camping in de verte kunnen zien. Dat is Edela Vulkaan. Of tenminste, dat is een van de bergen bij de vulkaan. Je hebt daar nog, ja, dat kan je niet zien door de boom, maar er zit hier nog een hele grote berg. Die noemen we de Puist, want hij steekt een beetje uit. En dan heb je daar een berg en hierachter zit een vulkaan. Daar gaan we ook sowieso nog een keer heen. Ja. Kijk, dat is de Puist waar ik het over heb. Die kunnen we zien vanaf de camping. Dat is dat uitstekende rotstuk op die berg. Dat is die, volgens mij. Of hij zit nog verder daar. Maar volgens mij is het die. Oh, ik denk het niet. Iets verder. Iets verder? Ja. Volgens mij is het wel die, hoor. Hey, de camping is wel die kant op, hè? Ja, dat weet ik. Dat is maar... mokertje ver. Ja, weet je hoe hoog dat ding is, man? 6 meter. 6 meter. We zitten hier op 960. Op de camping zitten we op 960 meter. Dan moet je maar geen last hebben van hoogtevrees. Nee. Dit is echt... ziek. De markt is niet zo heel bijzonder. Wij zijn al klaar. We hebben vooral gedroogd eten en kleren. Ja, precies. Het is niet heel bijzonder, maar ja, weet je, dan kan je mooi hier gaan zitten. En geniet gewoon van een beetje water. Ja. Ja. Yeah. Do you remember? Hey, ik zag een vis, gek. Het meeste wat je hier ziet rijden, zijn allemaal van dat soort Peugeot. Dit is een Fiat. Dat soort Peugeotjes die daar staan. Dat is echt een ding hier in Frankrijk ofzo. Ja, het is ook een Frans merk, best logisch. Maar... nou, hoofdstuk markt is voorbij. We gaan nu even lekker terrasje zoeken. Om even lekker wat te eten en drinken. Wat jij dan? Hey. Ik heb best trek. Beste trek. Ja, van al dat eten hier. Goede trek. Goede trek, ja. Ja, we kwamen gisteren, gingen we naar een restaurantje. En daar stond Bon Appetit, gewoon eet smakelijk in verschillende talen. En toen hadden ze ook in het Nederlands vertaald. En daar stond in plaats van eet smakelijk, goede trek. Goede trek. Jolly dog. Ja. Zo, we zijn net even lekker op het terrasje geweest en we gaan nu weer terug naar à la camping. Dan gaan we, zoals in de vorige vlog beloofd, gaan we even de rivier aflopen. Om te kijken wat we allemaal gaan tegenkomen. En daarna gaan we waarschijnlijk nog even lekker zwemmen. Vanavond misschien nog even vissen. Dus het wordt weer een heerlijk dagje. Of niet dan.
Hel ja, joh. Kijk, gek, gewoon een salamander. Hier, ik zie hem. Kijk, hij zit daar op het randje. Ja. Wow, deze is lijp. Kijk, zie je hem? Zometeen schiet hij echt weer weg. Wow, yo. Salamander. Wow, en weg was hij. Oké. Okay. We zijn weer terug op de camping en waar is het tijd voor? De rivier ontdekken en ja, zwemmen, maar het is echt wel bokkoud. Ja, maar goed, dat verandert niet zo gauw. Kouder, kouder dan gisteren? Nou, moet je eens even voor de grap doen. Ja, een beetje koud, hè? Ja, we moeten er gewoon even doorheen bijten. Ik switch over op de GoPro. En dat doe ik heel cool, doe ik gewoon zo. Hey, let's go! Whoa!